Thomas Berg is weer thuis na zijn teleurstellende avontuur in Glasgow. Thomas en zijn danspartner Rumjana deden daar dit weekend mee aan het Eurovisie Dansfestival. Met slechts één punt op zak eindigde Thomas op de laatste plaats. Ja, tot zover lijkt het allemaal goed te gaan. Thomas en Rumjana zetten hun beste beentje voor, maar de eindscore liefde er niet om. Netherlands, nou, we zijn van de hatelijke minuut. Ja, 1 point voor de Netherlands. Woehoe! Inmiddels is Thomas weer op Nederlandse bodem en toont hij zich een goede verliezer. We zaten op de bank en we waren allebei zoiets van we waren van over zijn komen. Kijk wat er gebeurt. En toen kwam Oostenrijk, de Netherlands, 1 point. Ja, en bij dat ene punt bleef het. Ja, dat is natuurlijk wel jammer. Ik bedoel, in het 1 punt uitkomen, dat wil je natuurlijk nooit als je aan zo'n wedstrijd meedoet. Maar eigenlijk, ik was ook wel terecht, want we waren gewoon niet de beste dans. Na zijn schaatsavontuur bij SBS6 en het Eurovisie Dansfestival heeft Thomas voorlopig zijn buik even vol van wedstrijd op televisie. Ik denk dat we nu niet meer mee gaan doen aan een vergelijkbaar spel. Want als je naar de punt wil kijken, denk ik dat niet meer naar van dat Ach, wij horen de Achterhoekse zanger uiteindelijk ook gewoon het liefste zingen, toch? Kan ik niet daar?